Het is volop perzikenseizoen en omdat perziken super lekker zijn, gaan we die bij in onze salade steken. Ik presenteer u heel graag mijn gegrilde perzikensalade. Ik begin met de perziken te grillen. Daarvoor snijd ik de perziken door midden, verwijder de steen en doe ze in een pan met gesmolten kokosolie. De pan mag goed warm zijn, want kokosolie is een super stabiel vet. Dresseer ondertussen de salade op het bord. Ik gebruik hiervoor veldsla en rucola. Ik neem rode biet en snijd deze in fijne reepjes. Trouwens, de rode stof in de rode bieten, dat is betanine en dat is onder andere goed voor onze cholesterol. Dresseer nu de gegrilde perziken op het slaatje. Snijd dan wat mozzarella in stukjes en doe het erover. En dan gaan we nog een beetje brain food eraan toevoegen, namelijk blauwe bessen. En dan gaan we nog een dressing maken. Dat wordt een heel makkelijke honingmosterddressing. Daarvoor nemen we 1 eetlepel appelazijn, 1 theelepel mosterd en 1 theelepel honing. En voor alles nog een beetje extra crunch te geven, voeg ik er nog een aantal pekannoten aan toe. Tadaa! Een gegrilde perzikensalade. Super makkelijk, super lekker. Als je er nog meer over wil weten, jam.tv, daar kan je alles nog eens nalezen. En vergeet ook zeker niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Jam voor meer alles.